Dit filmpje gaat over tandkrachten bij tandwielen. Tandkrachten. Goed, als ik een tandwielpaar heb en ik teken dat even heel schematisch vanaf de zijkant, als een soort sneeuwmannetje, en ik heb hier een koppel T op staan, dan kun je dat koppel vertalen naar een omtrekkingskracht hier. Die kracht heet FT. Ja. Als ik nou het contact... punt tussen die twee tandwielen even in close-up teken. Hier hebben twee tandjes die tegen elkaar aan liggen. En het contactpunt is eventjes daar. Dan kan ik een aantal krachten daarin tekenen. Die kracht FT die ik net hier getekend heb in het zijaanzicht, die raakt aan de steekcirkel. Die zou ik dan in deze richting moeten tekenen. Dat is kracht FT. Als je een kracht wil overdragen tussen twee oppervlakken, dan is er altijd sprake van een contactkracht tussen die twee vlakken. En die kracht die staat loodrecht op de vlakken. En je kunt het misschien niet helemaal goed zien, maar FT staat niet loodrecht op deze twee vlakken. De eigenlijke contactkracht die staat een beetje zo. Die kracht heet FB. En dat is de eigenlijke drukkracht die tussen de twee oppervlakken werkt. En FT is een component van die contactkracht FB. De hoek tussen die twee is de drukhoek alfa. Nou, je ziet dat in dit driehoekje dat er nog één component ontbreekt. FT is één component van FB, maar er is er nog één. En die kracht die ontbreekt, die heet FR. De radiaalkracht. Waarom heet die de radiaalkracht? Ik heb nu de krachten getekend op het bovenste tandwiel. En je ziet dat de radiaalkracht ongeveer naar de as van dat tandwiel toewijst. Dus als ik hem in dit plaatje zou tekenen, dan staat hij daar. De krachten op dit tandwiel. Nou, er is natuurlijk een verband tussen die twee. Maar FT kan ik het beste mee beginnen, want FT is het makkelijkst uit te rekenen. Als je FT wil weten, dan moet je het koppel delen door de straal van het tandwiel. En die schrijf ik even op als D gedeeld door 2. Dit kun je ook schrijven als 2t gedeeld door d. Waar d de steekcirkeldiameter van het tandwiel is. Deze d overigens, dat hoeft niet per se de steekcirkeldiameter te zijn. Dat kan ook de rolcirkeldiameter zijn als je profielverschuiving hebt. Dan vul je daar dr in plaats van d. Als je ft weet, dan wil je fr ook weten. En fr... die is gelijk aan FT maal de tangens van alfa. Want ik heb een aanliggende zijde, ik heb een overstaande zijde. De hoek die erbij hoort is alfa. Het verband ertussen is de tangens. Deze alfa kan zijn alfa n, oftewel 20 graden. Het kan ook zijn alfa t. Het kan ook zijn alfa r. Het kan ook zijn alfa rt. Welke van de vier is het nou? Nou, dit is als je rechte vertanding hebt en geen profielverschuiving. Dit is voor schuine vertanding, maar geen profielverschuiving. Dit is voor rechte vertanding met profielverschuiving. En dit is voor schuine vertanding met profielverschuiving. Kijk even goed in je boek welke je daar moet invullen. Er is nog een kracht. En om die te kunnen uitleggen moet ik het tandwiel even van boven tekenen. En die kracht die treedt op het moment dat er schuine vertanding in het spel is. Tandwiel even van de bovenkant tekenen en wat verder ingezoomd. En dan is dit de bovenkant van een schuine tand. De hoek waaronder die staat is beta. Dan werkt de kracht FT in deze richting. Nou, wat ik net zei over contacten tussen twee schuine oppervlakken. De contactkracht staat altijd haaks op het oppervlak. Dus de daadwerkelijke contactkracht die ziet er zo uit. Deze hoek is dan haaks. En dat betekent dat er nog een component mist, namelijk deze. En die kracht heet FA, de axiaalkracht. Die werkt in de richting van de as. Nou, hoe bereken ik de axiaalkracht? Nou, de hoek in dit driehoekje is beta. En je ziet dat dat weer een tangensrelatie wordt. Dus FA is FT keer tangens beta. Nou, dat zijn de drie tandkrachten die er in het algemeen kunnen zijn. Een
transversaal kracht in de omtrekrichting van het tandwiel, een radiaal kracht die naar de as toewijst en een axiaal kracht die in de richting van de as staat. Als je die krachten wil gaan berekenen, let dus even goed op. Heb je schuine vertanding? Heb je profielverschuiving? Dat heeft allemaal invloed op welke alfa en welke steekcirkeldiameter je moet invullen, of rolcirkeldiameter. Al deze formules met uitleg erbij, die staan in paragraaf 21.5.2 en verder. Dus daar kun je ze allemaal terugvinden met uitleg erbij. Dit is de berekening van de tandkrachten.